Dave Rolfink beseft maar al te goed dat hij geen enkele kans maakt bij Sylvie Meis, voornamelijk vanwege zijn eigen financiële situatie. Afgelopen week vond een opmerkelijk evenement plaats waarin Gwen van Poorten door FHM werd uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland. Bij deze gelegenheid waren tal van bekende Nederlanders aanwezig, waaronder Sylvie Meis en Dave Rolfink. Sylvie Meis, altijd stralend en prominent aanwezig, was er echter niet uitsluitend om Gwen's overwinning te vieren. Ze was er om haar eigen prijs in ontvangst te nemen, de prestigieuze oeuvreprijs Queen of the Century Award. Deze avond stond dus niet alleen in het teken van schoonheid, maar ook van erkenning van jarenlange invloed en aanwezigheid in de media. Tijdens het evenement vroeg Jeroen Holtrop, verslaggever van De Telegraaf, aan Sylvie of ze er zin in had. Ja, tuurlijk, heel leuk, antwoordde ze enthousiast. Jeroen had al het vermoeden dat Sylvie op de hoogte was van haar aanstaande overwinning. Je doet niet heel veel evenementen in Nederland, waarom deze dan wel? vroeg hij. Sylvie antwoordde dat ze er echt zin in had om erbij te zijn, maar hield een mysterieus tintje in haar antwoord door te zeggen: Laat je verrassen. Dave Roelving kreeg ondertussen te horen dat de vrijgezelle Sylvie aanwezig was en werd aangespoord om een poging te wagen. Dave lachte dit idee echter weg, met de opmerking dat hij simpelweg niet genoeg geld had om indruk op haar te maken. Daarbij komt nog dat Sylvie waarschijnlijk niet zat te wachten op iemand met het imago van een verslaafde DJ, wat totaal niet in haar straatje paast. Jeroen Holtrop probeerde Dave nog aan te moedigen met de opmerking, als ik Dave Roelvink zou zijn, dan zou ik denken, alle pijlen op Sylvie. Dave reageerde lachend en zei, alle pijlen op Sylvie? Ik denk dat ik net anderhalf miljard tekort kom. Hij vroeg vervolgens aan Jeroen of hij misschien een goed woordje voor hem kon doen, wat de interactie een luchtige en humoristische noot gaf. Hoewel Dave zich bewust is van de grote kloof tussen hem en Sylvie, zowel financieel als imagotechnisch, kon hij er de humor nog van inzien. Sylvie aan de andere kant bleef stralen en stond in het middelpunt van de belangstelling, niet alleen vanwege haar schoonheid, maar ook door de erkenning van haar indrukwekkende carrière in de entertainmentindustrie.